En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag improviseer ik een beetje met een video opnemen. Want ik zit eigenlijk een beetje in tijdnood, want het is nu al zaterdag, dacht ik. Ja. Dus dan moet hij morgen online staan. Dus ik neem even een kleine video op, gewoon voor tussendoor. Ik dacht, we doen dit spel even. Heel Climb Racing, voor degenen die het niet kennen. Het is heel simpel, gewoon. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Ik zal niet zo enorm veel praten in deze video. Ik zal vooral meer schreeuwen, omdat ik niet uit ontzettend goed meer hierin ben. Al kunnen mensen gaan zeggen straks in de reacties of het nou goed is of niet. Het maakt mij allemaal niet uit. Zie je? Zagen jullie dat? Ik ging al bijna onderuit. En nu weer. Want ik ben meer zo'n persoon met heel voorzichtig rijden op dit spel. Nee. Gas. Waarop? Het is gewoon meer het doel, denk ik, om zoveel mogelijk afstand te overbruggen. Want ik heb echt geen idee of er een einde is bij zo'n level. Dit vind ik persoonlijk de makkelijkste. Ook al kost hij letterlijk een miljoen om het te ontgrendelen of zo. Maar waarschijnlijk komt dat omdat hij best wel met het bezig is van die in de war maken. Want de ene keer gebeurt dat na zeg maar zoveel tijd, de andere keer gebeurt dat. Nee! Geen commentaar. Ik ben er weer hoor, ik moest heel veel wat regelen. En ja, ik kan de reacties krijgen. Ja, we weten niet zeker of jij speelt. Dat komt waarschijnlijk omdat jullie mij niet kunnen zien. En omdat ik gewoon zo'n kluns ben dat dit echt een grote flutopname wordt alweer. Nou! Nee! Ik ben hier echt niet meer goed in. En ja, als ik ga schelden, dan komt het niet meer goed. Want dan mag je niet op YouTube. En dat is een beetje het probleem, want ik weet niet hoe je iets moet piepen. En hij loopt vast. Top. En voor degenen die het zich afvragen, ik heb deze vakantie gewoon nog steeds vijf keer met Amber getraind en één keer in de week met Barley. Want ja, ook al is het heet, dan kan je gewoon 's ochtends vroeg of 's avonds laat trainen. Want ja, ik heb het aan huis. En dan is het gewoon makkelijk. En anders krijg ik te veel last van mijn rug. Want dan zit ik de hele dag stil omdat ik niks te doen heb. Aan sport. Dus ik kan ook niet langer dan 2 dagen niet sporten. Dat is een beetje een probleem ook.
Nope. Ja, stoot maar je kop. Ook precies voordat hij een salto gaat maken. Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar ik ben nogal stil deze video en daar kan ik niet echt veel aan doen. Jullie kunnen mij gewoon uitlachen deze video. Laat even achter in de reactie hoe lang jullie een video willen. Tussen de 10 en 20 minuten of 20 en 30. Maar dan zorg ik dat ze iets minder lang zijn, of juist iets langer. Weer op hetzelfde stuk sta ik stil. Ga erop! Hoppa. Brandstof! Oh ja, ik weet het al. Ik kwam hier niet op en dan moet ik wel wat gas geven. Ja. En ik weet al waar mijn volgende video over kan gaan. Voor degene die van de korte video's houden of van de lange. Ik weet dan niet hoe lang die gaat worden ook. Maar deze wordt totaal niet lang, dat weet ik nog. Waarom tellen wielies hier nou niet mee? Oké, we zijn halverwege. Ja, oké. Dan wil ik hierbij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben voor hoe ver je kan genieten van een korte video, vind ik. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer terug bij een volgende video. Gewoon elke zondag 2 uur weer. En ja, als je nog vragen hebt voor een Q&A, zet die dan in de reacties. Ik sla ze op als ik ze gezien heb. Dan deel ik een hartje uit. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!